aan de beurt om tafel te dekken. Wie? Hanna. Oh. En Menno eet niet mee, die eet bij Justin. Yes! Yes! Ik probeer de eerste dag van de week dat ik weer boodschappen ga doen. Dat hoeft niet altijd per se maandag te zijn, maar het kan ook dinsdag of woensdag. Dan pin ik dan die 90 euro. Dus 12,50 per persoon, zijn met z'n zevenen. En dat levert zo'n beetje het bedrag van 90 euro op. En dan heb ik heel mooi boodschappenboekje gekregen van mijn schoonvader. Past wel erbij. En dan, daar noteer ik alle boodschappen in. En dat koop ik. En daar probeer ik echt niet van af te wijken. En dan gaat het om dingen als toch wel vrij basis. Suiker, meel, melk, kannemelk, boter, vis of vlees wat we die week of die dag gaan eten. Ja, wat koekjes, biscuitjes en verder eigenlijk weinig luxe producten. Want ja, dat maak ik dan liever zelf. Ik had wat lekkers gebakken voor morgen, als Ina jarig is. En dit is voor mijn zus voor vanavond. Die viert de verjaardag en dit is dan een lekker dingetje voor hun. Wat ik dus veel maak, is eigenlijk de hele dag door wat we eten en drinken. En dat begint dan 's ochtends bij de havermoutpap. En tussen de middag met de lunch. Ik bak al 20 jaar zelf brood. Dat meel komt bij de molen vandaan in IJsselstein. Haal ik 50 kilo tegelijk. Met nog allerlei rozijnen en zonnebloempitten en allerlei toestanden. Wat je nodig denkt te hebben. En tussendoor als we koekjes eten of een cake nodig hebben. Dat komt allemaal van eigen makelij. Het kost inderdaad veel tijd. Maar ik ben eigenlijk veel thuis. Ik werk niet buitenshuis, dus ik heb de tijd. En ik doe het met heel veel plezier altijd. Oké, en nou ik! En nou ik! Vliegen! Ik kwam uit een gezin van 14 en dan deel je met alles. En het is vanzelfsprekend dat er alles zelf gemaakt wordt. En ja, je kreeg een halve stroopwafel en dan wist je, als ik groot ben krijg ik een hele, dus mijn tijd komt nog wel. En dat heb ik eigenlijk zelf altijd zo aangehouden. Ik heb nooit veel om materiële dingen gegeven en nieuw, nee, daar heb ik gewoon altijd weinig belangstelling voor gehad. En als christen heb je ook gewoon die plicht en taak, vinden wij. De Bijbel staat vol van matigheid, gastvrijheid, herbergzaamheid. Je hebt gewoon een grote verantwoordelijkheid ook om je kinderen op te voeden in deze wereld. En het is gewoon niet vanzelfsprekend dat wij hier in het luxe Westen geboren zijn. Het is gewoon genade. Ruim het hier weer een beetje op. De avondspits. Het eten heb ik gelukkig al klaarstaan. We hebben 1 à 2 keer zeker iemand in de week te eten. Soms vaker en soms een week niemand. Dus het is ook niet een hele verplichting. Maar dan nodigen we mensen uit. Het zijn wel vaak mensen met eenzaamheid of een beperking of die het gewoon nodig hebben. En wat wel leuk is, toen Hessel een aantal jaren geleden 45 werd, stonden hier allemaal mensen op de stoep die wij niet hadden uitgenodigd. Maar dat had Menno dus gedaan, want die was de buurt af geweest. Mijn vader wordt 45, komen jullie ook. Dus die gastvrijheid zit echt al een beetje in hun hart.